krijgen. Hallo lieve mensen. In mijn tussenstandvideootje van een paar dagen geleden had ik het al over terugblik 10 die eraan kwam. Dat moest natuurlijk zijn terugblik 9. Deze dus. Het terugblik 10 had ik toen al wel in mijn hoofd en ook al op de oude Mac een beetje in elkaar zitten prutsen. Vandaar mijn onvergevelijke fout, waarvoor mijn welgemeende excuses. Goed, eerst maar eens even nummer 9 dus. En een van mijn kijkers meldde dat ik best wat minder in beeld mocht, zo tussen de fragmenten door. En dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Dus ik ga deze keer wat kalmer aandoen daarmee. Hoe dan ook, deze nieuwe oude aflevering begint nadat de cameraauto is ingehaald door een VW Touareg, waarvan de bestuurder grote haast lijkt te hebben. En de eerste vraag die je jezelf dan altijd weer stelt is, waar zou die naartoe moeten? Zoals jullie onder in beeld kunnen zien, is de meting voor de gemiddelde snelheid al gestart. Dat komt, er mist een stukje beeld, waarop te zien is dat de Touareg op de achterbumper van onze Volvo hangt om ons vervolgens in te halen. Maar goed, inmiddels is de cameraauto weer binnen meetbereik en rolt er een gemiddelde uit van 137 km. Voor een volgende meting is de afstand te kort. Er komen verkeerslichten aan. De Touareg heeft groen gehad of is door rood gereden, hoe dan ook, hij is uit beeld verdwenen. Maar even verderop is een rotonde en daar komt de auto weer in beeld. Binnen de bebouwde kom zit de politieauto er als eerste achter. En ook daar laat de bestuurder zien dat hij echt haast heeft. Ga maar een stoplek hier zo meteen. Straks een keer met de buur, wat rijden? Dik 60. Hij rijdt maar 60. Maar op deze weg is dat best veel. Het stopbord gaat aan. De bestuurder heeft de blik kennelijk strak naar voren gericht. Hij ziet het stopbord niet. Opnieuw zoekt de politie naar een geschikte plek voor een stopteken, want de bestuurder heeft nog steeds grote haast. De politie heeft serieus moeite om op een veilige manier te volgen. Ze vermoeden dat dat ook de bedoeling van de bestuurder is. Hij gewoon probeert om ons kwijt te houden. Zou je? Hij probeert om ons kwijt te houden. Maar nu kan het ineens wel rustig. Oh ja, rustig. Wat is rustig? 80 km per uur. Wat is 50 wat? Dan lijkt de snelheid even eruit, maar meteen gaat ook weer het gas erop. De bestuurder lijkt toch niet in de gaten te hebben dat hij gevolgd wordt. Laat staan dat de politie achter hem zit.
Zet hem maar aan, hoor. Ja. Nou, opnieuw gaat het stopbord aan. En opnieuw komt er geen reactie. Nee, net werd het 42. Parkeerplaats ziekenhuis Terneuzen. De bestuurder is op de plaats van bestemming. Of hij heeft een slim plan bedacht. Hoe dan ook, hij rijdt de parkeerplaats op van het ziekenhuis. Daar kan hij eindelijk aangesproken worden. Ik moet natuurlijk bij het ziekenhuis zijn. Ja, toch niet voor je hart, hoop ik. Nee, maar het scheelt niet veel. Want nee, maar... we staan het einde over de brug, staat een kwartier. We staan tot aan, bijna aan de rotonde voor af te slaan. Ja. Dan kom je weer de brug mee, dan moet je twee uur bij de dingen. Voor mijn hersenen. Ja, dat is ken. En Marie, dus ik moest opschieten en ik geef je taart tot nu, dat snap ik nou ook. Veel, inderdaad. U zegt ja, dus, ik weet niet waar, maar ik heb ook niet gekeken. Daar waar u 50 mag, rijdt u dik 87. Waar u 70 mag, rijdt u 94. Ik kan het u laten zien. En ik hoop... Ja, maar dat geloof u wel. Kijk, ik moet nog... Ja, maar tijd haalt u nooit meer in. Maar jongens, zoals met die brug, ik ben helemaal fout. Dan ga ik het heel kort houden. Ja. U krijgt het besef verbaal van de snelheid. We hebben u namelijk een keer geconstateerd de snelheid op de weg langs het kanaal. Daar rijdt u ook al veel te hard. Ja, maar trek als prins, maar toen kon ik nog hard rijden. En dan houdt u nog veel te weinig afstand op uw voorligger, onder andere op ons. De bestuurder kan aantonen dat hij verwacht wordt, maar de bekeuring gaat gewoon door. Ah, dat is al heel wat, hè? Ik zag het er een auto, maar ik heb nog niet opgelet ook. Dat was te zien. Ik moet op niks steken, ik ben gewoon zo snel mogelijk, want ik was laat die storten. Ja. Echt, ik ben om half twee van Breskes afgekomen. Ja. Hoe laat? Nee, het was nog eerder. Dan ik even niet doorgetrokken. Ja, ja. Dat dacht ik. Ik weet niet waar dat gereden. Ik zou maar niet boven 100 of zoiets, ja, niet, daar niet. Waar u 80 mag, reed u 117, dus dan had nog een correctie van 4 kilometer. Dus dat is 113. Ik dank u wel. Ik moet niet verschonen, ik moet niet verschonen. Ja, goed, je hebt gezien waarom. Ja, de verklaring is duidelijk. U mag het haast om op tijd op de ziekenhuis te zijn. Ik ben te laat, denk ik. Ja, maar ja, goed. Ik moest toch kwaad doen. Ja, maar je weet het goed, daar is een MRI-scan. Ja. En dan vind ik mijn eisen, dus ik loop al op me zo vervelend. En toch, god, ik zat toch te vloeken voor die brug. Jongens. Tot ziens, jongens. Deze gaat heel snel. Let op de Passat die op de rechte rijstrook rijdt. En op het laatste moment bedenkt dat hij toch wil afslaan. Ja, dat was inderdaad wel een beetje aan de late kant. Het probleem met deze overtreding is dat het nu goed gaat en misschien niet bijzonder gevaarlijk lijkt. Maar als er iemand met hoge snelheid over de linker rijstrook was komen aanrijden, had er een beste aanrijding kunnen gebeuren. Wat volgt is een gesprek tussen uitermate beschaafde mensen. Je mag hier even plaatsnemen. Doe de deur even dicht, anders waaien we weg. Dag meneer. Goedemorgen, Peter Disperson. Mijn collega heeft u al verteld waar we u aan de kant hebben gezet. Dat is het onjuist uit- of invoegen. Wij u dus uitvoeren. Dit bent u? Ja. Nou, u rijdt op de rechte rijstrook. En er zal maar wat aankomen over de linker rijstrook. En dan denkt u van, hé, ik rijd verkeerd. Of... je moet een andere richting. En dan duikt u in één keer zo achter die motor. Ja. Hè? Het is uitvoeren met gevaar of hinder. Ja. En ik zeg, er hoeft maar wat aan te komen. En u heeft het misschien niet helemaal gezien of helemaal niet gezien. Ik kan wel zeggen dat ik goed ga kieken natuurlijk. Maar... Ja, ja, maar dat telt even niet. Inderdaad, ja. Maar het is een overtreding. Ja. Nee. En de mensen zijn toch wel... meer met het weer bezig dan met het verkeer. Ja. Het heeft wel allemaal bijna dezelfde letters, maar we moeten gewoon allemaal goed opletten. U heeft een TomTom in uw auto of een navigatiesysteem? Ja, inderdaad. En die zei rechts aanhouden, maar ik moest de Diemen volgen. Ik moest eigenlijk hier af. Oké. Dus ik zag opeens de plaat Diemen. Ik zei, ik zal er nog eerst raken, maar... En die stonden ook al een stuk, daarvoor stonden ze ook al aangegeven. Ja. Dus
ja, dan... Want dan roept hij nog even goed de GPS natuurlijk. Ja, ja. Ja, niet goed. Nou, iedereen die we laten stoppen, laten we ook even blazen. Oké. Okay. Heb je wel eens eerder geblazen? Eenmaal, ja. Ja? Maar dat was in België? Dat was in België, ja. Oké. Okay. Waarschijnlijk is het dezelfde manier. Oh, ik dacht dat ze daar een trompet hadden in de vorm van een... Maar dat niet? Nee. Nou, oké. Okay. Iets harder blazen. Dat was een mooie, dankjewel. Een P, prima. Het volgen doet zich voor. Kijk, u woont natuurlijk in België. Dat houdt in dat u de boete gelijk moet voldoen. De boete is €220. Die is dit jaar weer verhoogd. En dat kunt u cash betalen of u kunt met de pin betalen. Ja, ik heb bankcontact. Ik weet niet als dat kan. Ja, dus ook, ik hoop dat hij het doet, want voor België gelden volgens mij andere pasjes. Ja, geslaagd. Alsjeblieft. Okay. Zijn de bedragen in België ook duur? Geen idee. Nee? Dit is de eerste keer in 3 jaar. De eerste keer? Okay. En dat ik een boete kreeg. Oké. Okay. Voor de eerste keer de grote, maar... Ja, ja. Dat is mijn fout. Er wordt me nog wel eens gevraagd wat ik zelf nou vind van sommige bekeuringen. En dat is meestal erg lastig te beantwoorden. Maar toen ik het volgende fragment zag, dacht ik aan iets dat Gijs van Lennep ooit tegen me zei. En dat ging over het rijden van de rally van Monte Carlo. Hij zei, op sommige weggedeeltes, bijvoorbeeld als er van dat zwarte ijs in een bocht ligt, dan is 10 km per uur al te snel en dan lig je eraf. En dat heb ik in mijn oren geknapt. Enfin, het volgende stukje begint op de A28 bij Zwolle in de richting Assen. Het heeft behoorlijk gesneeuwd in het land. En als ik de bestuurder zie die met zijn transporter voor de politieauto rijdt, dan denk ik bij mezelf... Die neemt best veel risico. Zo, achter ons. Let op. Ga maar mee. Hier komt hij voorbij op een stuk waar je ook onder normale omstandigheden 80 mag. Kijk, met er nog... Als je op dit stuk niet heel goed oplet... of door een andere oorzaak in de sneeuwrand langs de linker rijstrook terechtkomt... dan ga je het waarschijnlijk behoorlijk druk krijgen als bestuurder. 99 kilometer te hard. Kunnen nog een keer nieuwe doen. Hij rijdt. Dat was steeds harder. Ja, dan moet het weer opgesloten. Nog eentje die nog even een staartje kunt geven. Misschien daar rechts mikken. Ja, dat is een beetje denken. Gelukkig, hij rijdt alweer 110. Als die auto eraf gaat, dan gaat hij aan. Nee, je moet naar links nemen, anders rij je vast. Nee, maar kan je niet zijn afstand. Nee, kan zo meteen. Ja, kan ik niet zien. Auto's. Ja, hij drukt me gewoon af. Ja, hier is het bijna einde 80 natuurlijk, hè? Nog niet. Kijken wat hij rijdt. Uh-huh. 120. Ja, daar is het 120. Die val je net buiten. Ja. Ook over de tussenafstand is de politie niet echt te spreken. We kijken nu ook weinig ruimte ertussen. Hè? Ja. Misschien dat je dat nog even in beeld kan krijgen. Dat, nou, hij is niet de enige, maar als je ernaast gaat rijden, even hier, dan kan ik hem zeggen van volg. De bergers onder u zullen dit soort weersomstandigheden kennen. Dit zijn de dagen dat ze veel busjes uit de greppel moeten leren. Kijk, wat hier nou ook weer erop zit. Ja. Eens kijken. Wat praten we over? Ja, dit is niet, zeker niet meer dan 10 meter. Ga nog een keer schuin. Ja, stel hem maar vast. Nou, als ik zo kijk, dan praten we over een tussenlengte. Nou, 9 meter. Ondertussen is het sneeuwen minder geworden. Rechts, geen richting. Ik denk dat hij wil. Ja, zou me niks verbazen. Ja hoor. Nou, hij redt het. Nee, dat kan hij niet. We gaan naar het tankstation. Ja, ik ben benieuwd. Rechts inhalen. Oh, dan krijgt hij daar ook.
Kijk, hij gaat snel gas verhogen. Ik denk, jij komt hier niet langs. Kan hij weer remmen? Nou, geeft u wel even kijken wat hij daar weer kort achter zit. Ja. Het gaat niet snel genoeg hoor. Ik wil toch gewoon op dik 120 rijden. Hè? Ja. Ik denk dat ze nu allebei harder gaan. Die voorste auto gaat eraf. Hij gaat ook weer harder. Kijk, gaan we gewoon weer 150. 137, 38. Hoeveel. Moet eens kijken. Ook de sneeuw laag op het wegdek lijkt hier inmiddels wat dunner te worden. Kun je heel even daar gaan rijden? Heel even. 3:30. Het is wel echt busjestijd op de snelweg. De sneeuw is hier trouwens wel ietsjes minder. Maar we moeten kijken links die rand. Nou, hij gaat eraf naar een andere weg. Ik ga op de A32 op gaan. Kun je hier naast? Kan ik er gelijk even naast zien? Ik zit te denken, voor Kleven mag die haast ook wel eentje hebben. Ja, dan moet je even trekmeting doen erbij. Dat doe ik ook. Kijk, hij blijft er gewoon kort achter. Dat kan ook doen. Kijk wat die erachter zit. Ja, als die voorste moet remmen, die bus. 10 meter hooguit. 117. Dit gemiddelde wordt vastgesteld om bij de bekeuring voor het kleven te voegen. Dat u het even weet. Maar hij eist zelf steeds deze rijstrook op. Hè? Hij gaat er zelf niet af. Nu ook, ik heb niks voor. Dus kijk. Ja, nu gaat hij weer inhalen. Maar... Ja, maar net ook niet. Hij gaat zelf ook niet naar rechts. Stel dat wij harder willen, gaat hij ook niet voor aan de kant. Ja? Kijk, hier ook weer. Hè? Het is gewoon wegdrukken. Kun je deze afrit nog pakken? Hij de rechts naast gaat. Ga eens rechts naast. Wacht maar. Ja, maar dat gaat niet, denk ik. Kun je niet rechts naast? Kun je het bordje zo laten zien? Nee, nog gaat niet meer. Hierna misschien. Moet je nu gelijk naast duiken. Rechts? Nee, kan ook niet meer. Ja. Maar deze kunnen we niet meer pakken. Nee? Nee, maar ik geef wel, tenzij hij een stop. Kun je ervoor? Kijk wat hij doet. Hij gaat denk ik zelf wel. Ja. Nee, ja, hij gaat rechts. Rechts vrij. Ja. Kijk, maar weer dan een stop transparant. Goedendag. Video Surveillance Politie IJsland. Hallo. Zou ik even uw rijbewijs mogen zien? Jazeker. Dank u wel. Dank u. Wij rijden al bij Zwolle achter u. En dan verbaast u ons dat u daar toch wel vrij stevig rijdt. Gelet op de omstandigheden. Het heeft daar net gesneeuwd. De weer, je ziet nog spoorvorming van alle kanten. En dan gaat u bij het stuk waar u 80 mag. Rijdt u toch nog 101. Geëikte kilometers. Dan gaan we een stukje verder. Ja, u wilt wel harder, maar u wordt door andere auto's opgehouden. Maar op een gegeven moment zit u toch bijna te kleven achter die auto. U drukt hem maar zware weg. Dan heeft u de weg weer vrij. En bij het gedeelte van 80 komen toch nog op mijn meting uit. Ik dacht van 118 of 119 kilometer. Nog steeds waar 80 mag. Dat vind ik dan toch behoorlijk fors. Zeker gelet op de omstandigheden. U heeft alleen daar geluk dat we in een andere traject uitkomen. Weer 120, dus dat krijgt u niet. Maar dan vervolgens zie je toch constant dat u de snelle rijbaan steeds aan het opeisen bent. En daar heel te blijven rijden en daarbij gaat kleven naar andere auto's. Ik vind het niet netjes.
Nee. Zeker niet gelet op de weersomstandigheden. Het is gewoon glad. Gaan waar moeten we allemaal door wat voor omstandigheden ook opeens op de rem? Dan gaat het niet goed. En als je een tussenafstand hebt van daar, zoals daar, 1-9 meter, komt het echt niet goed. Nee, dus, u krijgt bekeuring, niet voor de snelheid, u krijgt bekeuring voor het kleven. Dat heeft u gedaan met snelheid, kunt u zo meteen wel even zien. Daar krijgt u alleen de bekeuring voor. Die ene snelheid komt u nog goed bij weg, omdat hij overgaat in een ander traject. We zouden het misschien wel kunnen doen, maar ik zie, nou, dat doen we niet. Maar ik vind niet dat u een mooi verkeersbeeld laat zien. Ik zou wel denken. Ja? Wilt u even met me meelopen? Ja. U krijgt alleen daar bekeuring voor. Kunnen we daar even afhandelen? Wat is dat voor een plaatje? Oh, die heeft mijn dochter er al eens opgeplakt. Oh. Grappig bedoeld waarschijnlijk. Ja. Mijn collega heeft al gezegd, als het goed is, maar u hoeft geen antwoord te geven. Wat is daar de reden voor dat u toch op deze manier nu zich in het verkeer begeeft? Ja, nee, niet specifiek een reden voor. Nee? Nee, ik denk, ja, je wil allemaal, het is vrijdag, het is, gaat richting het weekend, je wil allemaal naar huis, een drukke week. Ja, dus zo snel mogelijk naar huis. Ja, nou, wat op, want we zitten al een tijdje in auto, hoor. Mm-hmm. En we komen vanaf Borkelo. En het eerste stuk daar helemaal meer is nu, want daar hebben we helemaal vastgestaan op A5. Ja. Ja, het is een veelgehoorde verklaring. We horen het heel erg vaak, maar iedereen die wil ook gewoon veilig thuiskomen. En iedereen vindt het ook vervelend als een ander onder de bomen zit. Ja, absoluut. En misschien ook wel, kijk, wij komen uit het sneeuwgebied inderdaad weg. Mm-hmm. En hier lijkt, nou ja, en dan voor het oog is de weg schoon. Ja. Nou ja, goed, voor het oog. Het lijkt voor de weg. Ja, het is misschien schoner dan wat het is geweest, maar ja, het zijn nog steeds. Het is vochtig, er ligt nog wat sneeuwresten, vooral in die berm. Ook, als je ook eens een keer wat moet uitwijken, zeker naar links moet kijken, ja, dan kom je ook meteen in de slip te zitten. Kun je niks meer doen. Kun je of de winterbanden onder zitten? Nee. Ook nog niet eens. Nee. Ja, dan helemaal, hè. Die stopperstand die is sowieso al met deze temperatuur en die gladdigheid fors groter. En ja, dan helemaal als je geen winterband meer. Ja. Ondertussen wil ik ook graag even de verklaring van die noteren. Waar kan ik opgeven? Waarom was u aan het kleven? Ja, niet bewust. Niet bewust, onbewust gedaan. Ja. Maar u hebt er wel beelden bij, u herkent het wel. Ja, ja, het zit er inderdaad er weer op. Ja. Maar is dat nu ook nu de beelden terugziet eigenlijk? Of dat je eigenlijk nu nee, nu je het zo ziet inderdaad. Maar inderdaad, ik zat er op een moment. Er wordt dan het dondersgoed bij ons gewaarschuwd en alles. Op de bekeuring die je zometeen krijgt, staat geen transactiebedrag genoemd. Nee. Met andere woorden, het gaat naar de officier van justitie. Die zal kijken of u dit vaker gedaan heeft. Heeft u het vaker gedaan, dan heb je kans dat u een uitnodiging krijgt. Is dat niet het geval, dan krijgt u denk ik een schikkingsvoorstel. Maar dan staat dit wel genoteerd. Ja. Nou ja, onze dagen op. Geen vragen aan ons meer, nee, duidelijk? Prima. Hey, tot ziens. Jo. En op speciaal verzoek van een van de trouwe kijkers doen we nog even een rondje in het Arnhem van 2004. Ja, voor een fikse donatie is er een boel mogelijk, mensen. Ik moet gewoon één keer rechts inhalen. Kijk, ik rij 60 en dan heb ik al twee keer ingehaald hier. Hupsakee, laatste moment ertussen. Nou. Dat ik onderlopen. CMG. Ja, is correct. De VHD zal de sleeper even achteraan bellen en zorgen dat jullie de korrels bij zich heeft voor de vloeistof. Past in de voorraad zitten zien, rechts voor. Hij had het al in de gaten. U haalt rechts in. Ja, het gaat nog wat nodig mis. U krijgt in ieder geval een bekeuring met het feit dat u dus rechts inhoudt. Heb je het terrein kentekenbewijs mee? Ik heb alleen maar rijbewijs mee. Auto staat op uw naam of niet? Ja. Hoeveel is de bekeuring? 95 euro.
Ja, maar goed, dus mijn collega heeft al gezegd wat, wat wij je zagen doen. Je haalde ons rechts in. Dan ga je vervolgens naar de linkerbaan en dan op het laatste moment gooi je hem ook nog even links ertussen zonder richting aan te geven. Dan ga... Ja, dan kom je hier en dan ga je linksaf en dan wordt er ook geen richting aangegeven. Dan zien we je remmen en dan zien we dat er dat één remlicht het ook niet doet. Nee? Nee. Dus dan zal ik ook even gaan controleren als, straks, als je straks thuis bent of waar dan ook. Alles vaak op de keuring gehad? Een paar keer. Ja, je ziet het als een opfrisser. De vraag die me het meest gesteld wordt is: welk fragment is je nou het meest bijgebleven uit al die jaren blik op de weg? En daar kan ik nooit antwoord op geven, want ik heb gewoon geen specifiek fragment dat me het meest is bijgebleven. Maar iets dat me wel altijd is blijven boeien is de reactie van de bestuurders als ze door de politie stilgezet worden. Dus op het moment dat de politie even de regie van hun leven overneemt. Dat gedrag bleef me intrigeren. Je zag meteen wie er in het dagelijks leven gewend was de baas te zijn. En wie er gewend was om ja, soms de regie wat meer uit handen te geven en een afwachtende houding aan te nemen. Ik vind persoonlijk de Classic Range Rover nog steeds een oogstrelend voertuig. Alleen zien de politiemensen iets anders aan de auto. Of beter gezegd aan de bestuurder daarvan. Ja, weet je ook wel. Met zijn Range Rover, de eerste bij het verkeerslicht, die zat te bellen. De bestuurder zit namelijk te bellen met zijn mobiele telefoon in de hand. En ja, dat mag niet. Als je bij het verkeerslicht er rechts afgaat en je daar op de zijkant blijft staan, dan haalt hij er zelf in. U begrijpt het, de motorrijder is er een van de politie. En de Range Rover zit inmiddels achter ons. Hij is nog aan bellen. Hij zit achter ons en we gaan hem meenemen. Yo. Het is duidelijk te zien dat de bestuurder nog steeds zit te bellen. In tegenstelling tot de meeste andere mobiele bellers legt hij zijn telefoon ook niet neer als het stopbord aangaat. Ja, ik denk, ik ben er nu toch al. Ja. Ja, soms zie je nog zo'n prachtige schrikreactie. De bestuurder neemt meteen de leiding in het gesprek. Dat vind ik liever niet. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Hij komt zo meteen bij u, gaat hij uitleggen wat er wel en wat er niet kan. Ja, maar dat wil ik niet. Dat is goed, dat is nu duidelijk. Hij mag je filmen. Loop je even nog in? Nee, ik wil graag even gewoon even hier. Dat maakt verder niks uit. Ik zou graag uw rijbewijs even zien, meneer. Ja, ik heb geen speedcamera's, dus wilt u zo vriendelijk zijn om dat ding uit te laten doen? Die meneer die is mijn werk aan het filmen en u bent in dit geval degene die aan de kant wordt gezet. U mag mij niet zonder toestemming filmen. Ik film u niet. Die meneer die filmt u en die meneer die gaat straks even met uw zaken doen over hoe het opgenomen is. Ik zeg u dat ik dat niet wil. Ik zou graag uw rijbewijs even zien, meneer. Ik wil graag een kaartje. U krijgt hier mijn rijbewijs. Dank u wel. Dan krijg je eerst van mij een bekeuring voor het mobiel bellen. Prima. Die is voor u. Een aantal weken komt de Accept Giro thuis, dat precies op hoe u kunt betalen. Uw papieren. Hebben we mijn kaartje nog? Ja. En u weet wat we afgesproken hebben. Die meneer die komt nu bij u en die gaat het even uitleggen hoe het met film in elkaar zit. Als het over motorrijders gaat, zijn er vaak twee kampen. Het kamp van alle motorrijders opdoeken en motoren verbieden. En het kamp van, ze moeten ook altijd de motorrijders hebben. Ze zijn gewoon aan het zoeken. En ja, dat laatste klopte soms. In de toenmalige politieregio IJsseland werd er veel geklaagd over motorrijders. En er waren er ook veel betrokken bij ernstige ongevallen. En de regio heeft toen besloten om op die motorrijders te gaan investeren, zoals ze het eufemistisch uitdrukte. Er werden soms gewoon mensen, tijd en materieel vrijgemaakt om tijdens de surveillance het zwaartepunt te leggen op het controleren van motorrijders.
Eigenlijk een beetje zoals ze dat in Twente deden met vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. Deze twee politiemensen hoorden net achter hun rug een motor met hoge snelheid langsrijden. Net hebben we tekst van de weg op deze kant over. Dus ja, dan spring je even in de auto en geef je wat gas bij. Nee, hij gaat rechtdoor. Hij staat af. Ja. Ja, misschien gaat hij nog langs het kanaal. Dag. Ja, rijden we gewoon mee. Ja, maar hij kan verder op een parallelweg. Kan die parallel rijden, dus hij hier ergens heen gaat, ja, dan houd ik op. Hij kan nog rechtdoor daar. Ja. Ja, ik moet kenteken nog even natrekken. Als hij uit de raad komt, wacht hem nog even op. Mooi. Ja. 78. Ik ben een keer omgebogen geweest. Ja. Kawasaki. En zo gezegd, zo gedaan. Ja, ja gaat hij. Dan gaat deze kant denk ik op. Inderdaad. Even later vertrekt de motorrijder weer. Ik laat jullie even rustig meeluisteren. Hij ligt uit? Met 180 loopt de politieauto nog niet in. Nou, dat valt tegen. Of mee, natuurlijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Nou, dat doe ik nu ook. Nou, ik ga er overheen en ja. Mee. Papieren moet je hebben, of niet? Dat klopt. Het zal meer legitimeren bij u. Om lang verhaal kort te maken, wij staan hier op de, met een verkeersovertreding. Dat hadden we net afgehandeld. En we horen iemand achter ons langs fluiten bij de posthoorn, wat nu de Greyhound is daar, lantaarn. Ja. Dan horen we iemand met, nou echt, gigasnelheid langs. Jong, dat geluid. Nou, dan gaat het beeld gewoon heel hard, dat weten we. En komen we op een gemiddelde snelheid uit van 135. Is 130 kilometer, is 50 kilometer hard, dus uw rijbewijs wordt ingevorderd. Dure sigaretten. Ja, ik weet niet waar hij daar gehaald heeft. Ik heb camping, kwam net bij Pek Zwolleweg en ja. Bij hem sigaretjes aan. Reden te meer om te stoppen met roken, zou ik zeggen. Toch? Ja, maar heel dure. Ja. Ja, wat heeft u mag dus vanaf hier ook niet meer verder rijden. Nee. Dus ik zou zeggen, ga even vervoer regelen, maar loop even met mijn handen binnen even de bekeuring af. En u krijgt nog een bekeuring voor de doorgetrokken streep. Ik ga hem al door. Ja. Er was wel gewoon een trajectmeting, hè? Voor trajectmeting? Ja. Een meting die gedaan is. En hier ziet u, hier zit een Lemelenveld, hè? U bent hier links afgegaan en gaat u direct rechts af. Uh-huh. Hier ziet u al dat de tijd al loopt. En wij doen metingen met behulp van vaste punten, tijd en afstand. Dus stel voor dat u daar, zeg maar, ja, u bent nu buiten beeld, u kunt het nu niet zien. Ja. Stel dat u daar bent bij het tankstation, druk mijn collega op de tijd, die loopt dan al vast. Wij volgen u en op het moment dat wij op hetzelfde punt zijn als waar mijn collega de tijd was gestart, dan staat hij daar ook de meetafstand. Dus we beginnen de meter te lopen. Op dat moment loopt een trajectmeting. Wat wij dan moeten doen is dezelfde lijn blijven rijden die u heeft gedaan. U blijven volgen en wij mogen weer afklokken als we binnen de 100 meter van u zijn. Dat doen we dus ook. En op zich is dit best een snelle auto. We mogen niet klagen met een 3,6 liter met dik 250 pk, maar nu kwam ik toch wel heel veel tekort. Want ja, ik kwam
uiteindelijk dichter bij u, maar dat had meer te maken dat u uiteindelijk het gas wat los heeft gelaten en bij het restaurant ja, iets rustiger aan heeft gedaan. Maar anders had ik u nooit weer gezien, denk ik. Nee, want ik trouw, want mijn intentie was alleen maar even door te trekken en dan hem weer gewoon rustig af laten. Ja, maar wat rij je dan als je hem even doortrekt? Ja, een teller die zit hier ongeveer. Daar let ik nooit echt op. 200? Of nog harder? Ik weet niet precies waar ik hem op heb gehad. Nee, ja, kijk, wij rijden met deze auto al zo 170, dus ja, met zo'n motorfiets ook. Mm-hmm. Nou ja, misschien wel boven de 200. Maar dat zijn, ja, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat zijn natuurlijk geen snelheden die op een openbare weg, waar nee, je eigenlijk maar 80 mag notabene, die horen hier niet thuis. En ook al lijkt het soms, ja, hier die inhaalmanoeuvre bij de doorgetrokken streep. Ook al lijkt het soms nog wel van ja, de weg is mooi vrij, maar het ene moment is het andere niet. En we hebben vandaag al meerdere situaties meegemaakt dat wij ook, al hebben die weg ook al wel inderdaad, ik zei het net ook al, 100.000 keer gereden. Toch worden we verrast. Een fietser die helemaal niet bij een oversteek wil oversteken, maar die komt zo uit de berm, wil hij de weg oversteken. Ja, ja, daarom. En ja, niet dat je, dat soort dingen verwacht je gewoon niet. Maar rij je daar 80, dan zie je zo'n jonge man nog eens een keer uit de bosjes verschijnen. En dan kun je daar nog wel mee doen. Of misschien hoeft dat wel niet. Maar kom je daar met zulke snelheden aanrijden, ja, dan kun je gewoon niks meer. Ik zeg nou net tegen de vrouw, ik zeg pak nog even de motor, ik ga een beetje Zwolle weg. Mm-hmm. Ik nou, ga ik even een sigaret nou. Ja, nou toch zo'n ding rijden we hem af en toe even flink doortrekken. Daar koop je misschien ook wel voor, het gevoel te ervaren. Maar... Even dit geluid en weer horen en die wind om de kop. En daarom liep ik toen hem ook direct afzakken. En, ja, maar goed, het is wel twee keren en niet, ook niet een heel kort stukje. Want het is vanaf het tankstation bent u hard aan het accelereren. Vervolgens ietsjes rustiger aan hier bij het restaurant. Vervolgens inhalen bij doorgetrokken streep. Nou, ja, we volgen u. Nou ja, en dan zit die snelheid nog steeds rond 130, 140. Nog niks in de gaten gehad hier? Ja, ik zag op een gegeven moment jullie Skoda-teken. Ik denk, die zat in één keer heel dicht achter me en toen haak ik het wel lichtelijk door. Ik denk, ja, kan ik misschien eindelijk gaan afremmen en 80 gaan rijden. Maar... Ja. En wat kost dit ongeveer? Onder een bij, zeg maar. Maar goed, wij mogen daar eigenlijk niet eens uitspraken over doen. Maar ik zeg 600 euro zit ik erbij. Ja, nou, daar zit je wel kort bij, denk ik, ja. Ja. Om te voorkomen dat ik beschuldigd zou worden van eenzijdige berichtgeving, heb ik ook nog even een auto opgezocht die hard kan. Het is ook echt... Typisch zo'n auto die je altijd te snel ziet rijden, net als al die motoren, toch? Het bord is in ieder geval zeer duidelijk. 80 is het hier, maximaal. En zo is het in een oogwenk gebeurd met je rijbewijs. Ook zo'n goedemorgen. Ik wou het rijbewijs even inzien. Dat is mogelijk. En de reden dat ik er allemaal van vraag, dat is de snelheidsoverschrijding, zojuist op de nieuwe postweg. Pak u het maar even uit. U rijdt 137, waar u 80 mag. 137? 137. Dan moeten we nog een correctie op toepassen van 5 km per uur. Dan kom ik uit op 132, 52 km te hard. Dat resulteert in invordering rijbewijs.
namelijk boven de 50 km per uur overschrijding. Daar was ik mij niet van bewust. Nee, maar het is wel zo. We volgen u daar dat stukje en we hebben dan een gemiddelde snelheid, is dat ook nog. En waar is dat, de postweg? De nieuwe postweg, u komt erop op vanaf de rotonde bij Tolen, de nieuwe rotonde. Dan draai je de postweg op, dus zeg maar de rondweg rond Tolen. En dat houdt in dat u geen rijbewijs meer heeft op dit moment. Dus u moet hier gewoon blijven staan dan? De auto zal hier moeten blijven staan. Of u moet iemand hebben die een rijbewijs heeft en die de auto voor u kan verplaatsen. Maar u mag in ieder geval geen enkel motorvoertuig meer besturen. Ook geen bromfiets. Ja, goeiemorgen. Hey, even tijd. Ja, ze had Marie weer zeggen voor het. Ja, dat heb ik dat. Dat zei ik me ook al. Ja, daar drie. Maar is dat onder Poofli? Wenst u iets te verklaren ten aanzien van die snelheidsoverschrijding? Ja, het is een auto van mijn broer. Ja. Het is de eerste keer dat ik erin rijd. Ja. Het is gewoon voor mij, ja. Ik rijd gewoon en ja, ik kijk niet op de kilometertel, dat is mijn fout elkaar. Mm-hmm. Ja, vooruit weet zit je met zo'n wagentje natuurlijk over de limiet. U krijgt van mij dit gele formuliertje mee. Dat is een, niet officieel, maar dat is een bewijs van ontvangst ten aanzien van de invordering van uw rijbewijs. Ja. Dan kunt u in ieder geval aantonen dat het ingevorderd is. Het is zo dat het rijbewijs dat wordt ingevorderd, daar maak ik een procesverbaal van op uiteraard. Ja. Dat wordt opgestuurd naar de officier van justitie. Ja. Als u het rijbewijs nodig hebt, adviseer ik de mensen altijd om ten spoedigste een aangetekend schrijven naar de officier van justitie te doen in de rechtbank in Middelburg. In Middelburg. In Middelburg, met het verzoek om het rijbewijs terug te kunnen krijgen en met reden ontpleed. Ja. Ja, maar ik heb nodig voor mijn werk. Ja, maar de officier bepaalt. Ja, natuurlijk. Maar ik kan mijn baas vragen dat hij even een... Dat wil helpen. Dan is het afhankelijk van uw verleden op dit gebied. Als u dit vaker gehad hebt, dan wordt het... Dit is de eerste keer. Dan is het meestal zo dat er voldaan wordt aan het verzoek. Alleen, hoe lang het duurt, u moet toch minstens op een week, 10 dagen gaan rekenen voordat rijbewijs terug is. In die tussentijd mag u absoluut niet rijden, maar rijdt u wel, dan maakt u zich weer schuldig aan een misrijf. Ja, maar dat weet ik. Dus. Nee, we kennen de wet. Ik heb het geleerd. Maar ik zeg het er maar even bij te weten. Dit is in ieder geval de kennisgeving van beschikking, hoort het te zijn. Ja. Maar ik heb er ook op gezet, bewijs van ontvangst, dat je in ieder geval kan aantonen dat rijbewijs ingevorderd is. Houd er gewoon erg in voor uzelf. Dit zijn consequenties. Ik had het absoluut geen erg in. Maar ja, verschil tussen 80 en 137, nee, dat is toch wel zo dan. Als je wagen niet zo gewend bent, ik rijd normaal met mijn bus en die gaan niet harder dan zonder. Ja, maar dat voel je toch? Je ziet het toch dat het allemaal sneller gaat? Nee, dit voel je dat absoluut niet. Oké. Okay, dit is de eerste keer dat ik erin zit en ja, die voet, bij die bus is het gewend, die voet gaat naar beneden. Ja, maar dan is dit wat anders dus. Ja, deze ja, dat heb ik in de gaten. Daarom. Oké, ik hou u wat dat betreft niet langer op. Ik zou zeggen ja, toch... Ik moet wachten op... U kunt doen wat ik gezegd heb, maak die brief in orde en dan... Ja, je moet toch rekenen minstens op een week tot 10 dagen voordat... Ik zou zeggen dat hij gelijk... De advocaat schakelt, dat hij gewoon zorgt dat het binnen zo'n kort mogelijke tijd terug is. Prima. Ik zorg in ieder geval dat het op maandag op de rechtbank is. Dus maandag zou je het nog niet terug hebben. Maar dan is het er pas. Nee, maandag nog niet. Nee, maar dan is het er pas. Ik ga gelijk niet wegbrengen nu dan. Ja. We zijn ambtenaren. De ambtenaren werken niet in het weekend, dat weet je toch? Ja, het is toch zaterdag? Ja. Wij zijn net een andere categorie. Waarom hou je mij dan aan? Dat weet je waarvoor dat gebeurd is. Ja. Nou, dan weet je in ieder geval hoe het in elkaar steekt. Wij zijn net natuurlijk aan het werken. Ja, nee, de ambtenaren zeg ik. Okay. Wij wel. Ja? Oké. Dat is goed. Voor elkaar. En met deze vrolijke zeeuwen eindigt terugblik 9. Ik ga meteen door met het monteren van nummer 10. Dit keer echt nummer 10. Want ja, in deze quarantaineweken moet er nog meer dan normaal iets zijn om naar uit te kijken, toch? Bedankt voor het kijken weer, mensen. Hou jullie haaks en tot snel voor terugblik 10.